Hey mensen, ik ben meneer Van Empel en vandaag heb ik iets heel bijzonders. Ik ga namelijk voor de eerste keer een unboxing doen. En dat komt omdat ik post heb gekregen van de Romeinenweek. Want de Romeinenweek die mailde mij en ze hadden een vraag of dat ik voor hun speciaal water wilde testen. Dus ik weet sowieso dat hier water in gaat zitten. Maar dit water zou heel bijzonder zijn omdat het uit een diep Germaans woud komt. Laten we dit pakketje eens uitpakken en laten we eens gaan testen of dit water echt zo bijzonder is. Ik moet trouwens wel heel voorzichtig zijn, want hier staat op breekbaar, dus het zal wel glas in zitten. Okay. Heel veel dingen om het goed te houden. Nou, laten we dit weg doen. Oeh, heel vet. Wow. Het is echt, het is volgens mij meer een wijnkruik of zo. Ik denk dat dit druiven zijn. Hier zit een hand. En die houdt een soort van, druiven vast. En dat komt natuurlijk omdat de Romeinen vroeger heel vaak wijn dronken en wijn wordt gemaakt van druiven. Nou, hier heb ik ook nog een kaartje. Daar staat op Tibi Bene. En nou weet ik toevallig wat het betekent. Want ik denk dat het betekent... Proost. Er hangt ook nog iets anders aan. Het is een sleutelhangertje, dus die ga ik zeker aan mijn sleutelhanger hangen. Laten we het even afhalen. Oké. Okay. Waarom stuurt de Romeinenweek überhaupt water? Nou, dat komt omdat het thema van de Romeinenweek is dit jaar, je snapt hem al, is water. En aankomende zaterdag, 30 april tot en met 8 mei, zullen door het hele land allemaal activiteiten plaatsvinden speciaal gericht op Romeinen. Dus als je het vet vindt om daar naartoe te gaan en je weet niet waar je moet wezen, check dan hier in de beschrijving de link romeinenweek.nl welke activiteiten er zijn en ga daar zeker naartoe, want het is echt super vet. Oké, nu gaan we checken of dit water, het Germanenwoudwater, of dat veel lekkerder is dan normaal kraanwater. Dan moet ik even wel een paar glaasjes pakken, dus ik ben zo terug. Oké, ik heb net water gepakt. Dit is normaal kraanwater. Dit is dus het Germanenwoudwater uit de oudheid. Nou, ik denk niet dat het trouwens uit de oudheid komt, maar het zal vast wel uit Duitsland komen. Geen idee, we gaan het zo testen. Okay. Oeh, hoor je dat geluid? Dat ruikt niet anders dan normaal. Eerlijk gezegd, geen verschil. Geen idee. Nou, ga eens checken. Ja, gewoon normaal water. Oeh, het is serieus anders. Wow. Ik weet alleen niet hoe ik dit moet omschrijven. Nou, klinkt heel slecht dit. Dat is meer aardser of zo. Meer metalen. Ja, metalig is misschien niet goed. Meer aardig. Aardig. Het is heel lief. Nee, meer dat het aards is. Nee, heel lastig. Hoe schrijf je water? Ja. Wel heel frissend. Echt ander water. Nee, dat had ik echt totaal niet verwacht. Het is, ik vind dat Germaans woudwater vind ik wel echt veel lekkerder. Maar het is meer een natuurlijke smaak of zo. Dit is meer een neppe smaak. Misschien is het wel gewoon, nou, ik weet het niet. Ik denk dat dit, het zou best wel een verschil kunnen zijn dat dit echt natuurlijk water is, gewoon uit de bergen. En dat dit een water is, gewoon gefilterd hier in een machine of in een filterinstallatie of zo. Ik weet niet, ik heb geen idee maar. Oké, de dop gaat erop. Koop Germanenwoudwater. Ga een keertje langs bij de Romeinenweek. Zeker de moeite waard. En daarmee eindigt alweer de video. Als je hem leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En dan check ik je in de volgende video. Later mensen.
Oké, die dop gaat aa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 a